We maken even een stop om de benen te strekken en hebben een uitzicht over het stuurmeer Sidi-Chet, dat gebouwd werd in de jaren 90. De stuurdam doet dienst als backup en levert water aan de stad Meknes en zorgt voor irrigatie aan 90 omliggende boerengemeenschappen. De Romeinse ruïnes van Volubilis zijn de best bewaarde van Noord-Afrika, ooit de belangrijkste handelsstad. Het is gelegen tussen de bergheuvels, omgeven door olijfboomgaarden, cactussen en groene velden, bovenop een plateau. Vanuit Volubilis werd er veel graan en olie naar Rome geëxporteerd. Er was in de stad, zoals overal, een hoofdstraat, winkels, huizen, een fontein, een tempel en een aquaduct over een riviertje dat vlak onder het stadje stroomde. C'est ce qu'on appelle un vomitorium. Alors, le plaisir de remanger. Parce qu'à l'époque, les Romains mangeaient après le parti pour vomir. Aan het einde van de derde eeuw trokken de Romeinen zich terug uit Marokko. Maar anders dan de meeste steden werd Volubilis in Marokko nog steeds zo'n 1000 jaar lang bewoond. Pas in de 18e eeuw werd de stad afgebroken om bouwmateriaal te leveren voor de paleizen van Moulay Ismaël in het nabijgelegen Meknes. Wat bijzonder is, zijn een 30-tal heel goed bewaarde mozaïeken. In 1997 is Volubilis toegevoegd aan de UNESCO-werelderfgoedlijst. Là, vous avez la voie pour les piétons. Regardez, vous allez voir. Het stadje dat we in de verte zullen zien liggen is Moulay Idris, ook wel het Mekka van de armen genaamd, en is de heiligste plaats van Marokko. Het stadje wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims, want wie niet over de nodige middelen beschikt om eenmaal in zijn leven naar Mekka te gaan, kan ook in de plaats daarvan naar Moulay Idris komen. Na een rit door het mooie en adembenemende landschap van het Atlasgebergte zullen we toekomen in Beni Mellal, waar we de nacht zullen doorbrengen in het viersterrenhotel Hotel Gems. We'll be right back.